uw gastvrouw van vandaag is Nienke de Larive Box. Ja, niet te missen, daar zijn we weer met een hele nieuwe waarom. Waarom? Ja hoor, vragen die in 1 minuutje zijn uit te leggen, te beantwoorden of op te lossen. En de vraag van vandaag. Ja, inderdaad man, waarom hebben mannen tepels? Borsten heb je in allerlei soorten en maten. Ja, en tepels ook. Vrouwen die kunnen ze gebruiken om te verleiden of om te shockeren. Maar ja, dit is natuurlijk de belangrijkste functie van de tepel. Want ja, hoe krijgt een baby anders melk uit de borst? Maar mannen, ja, die hebben daar dan toch helemaal niks aan. En toch zitten die tepels er. Hoe zit dat dan? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je groeit in de buik van je moeder. Iedereen begint in de buik hetzelfde, of je nou een jongetje of een meisje wordt. Het rompje is een van de eerste delen van het lichaam dat gemaakt wordt. En daar zitten nou eenmaal tepels op. Ja, er groeit een klein mensje met armpjes, beentjes en tepels. En pas na 7 of 8 weken wordt duidelijk of de baby een jongetje of een meisje is. En die tepels bij de jongetjes, die zitten er dan al en die gaan gewoon niet meer weg. Jongens, die hebben er niks aan. Maar ze hebben er ook geen last van. Ja, mensen die hebben nog meer lichaamsdelen die je eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Je staartbordje. Ja, gewoon een staart. Je blinde darm en je verstandskiezen. Trouwens, zonder tepels zou een man er ook wel een klein beetje gek uitzien, toch? Tepels horen gewoon bij. En dat sommige mannen borsten hebben, ja, dat heeft dan weer met heel andere dingen te maken. Oké, dat was hem weer. Tot de volgende. Waarom? Daarom.